daar kunnen ze ook op inloggen. Goed. Ik heb voorbereid voor vandaag twee hele verschillende onderwerpen. Het eerste is interessant. Een professor Rabijn aan de Yeshiva University, Bleich, die had contact in de tijd dat Rav Joost nog hier was, had contact met Rav Joost. En Rav Joost heeft een schale gehad en die, daar wil ik van u iets over vertellen. Het gaat over kinderen uit een gemengd huwelijk. In dit geval dus een Joodse vrouw en een niet-Joodse man. Hij schrijft het volgende. Dus dat is een minder probleem. Nee? Dat is een minder probleem dan andersom. Ja, maar het is toch een probleem. Oké. Okay. Maar een minder probleem dan andersom. Ja, het is een minder probleem. In ieder geval, het gaat over de status van een zoon die uit het huwelijk is voortgekomen. En de moeder is een Joodse vrouw, maar is een Bas Levi. Is een dochter van een Leviet. Zo. Ja. Hij schrijft het volgende. Dus die professor Rabijn in Amerika aan de Yeshiva University, die schrijft dus over die tshuwe, over het responsum van Rav Joost. En hij schrijft erover het volgende. Een hoogwetenschappelijk en helder betoog dat verschenen is in Hapardes van de hand van Rabbi Meir Joost over de problemen die er zijn van kinderen uit een gemengd huwelijk. Want het is een gemengd huwelijk. Die vrouw is dus een Joodse vrouw. En daarbij is ze nog dus een dochter van een Leviet. En dit is dus problematisch. Dat zullen we zien. Hij schrijft hem verder. Het best. Even tussendoor. Ja. Mag het verschil of het van een Levi is of een Kauwen ook nog? Ja, is ook het bestdien van Amsterdam werd geconsulteerd met betrekking tot de halachische status van een kind van een moeder die een Bas Levi is met een niet-Joodse vader. Volgens de psak in Jaredije is een eerstgeboren zoon van een Bas Levi vrijgesteld van de voorschrift van Pidyon HaBen. Dus het uitlossen. Ook in het geval dat de eerstgeboren zoon geen Levi is, dus niet van een vader die Levi is, dus die zoon wordt een Levi van in de mannelijke lijn, doordat zijn vader dus een Levi is. Is in het artikel van Rav Joost behandeld. Hij is glashelder dat hij een zoon is van een Bas Levi. In tegenstelling van de zoon of dochter van een Kauhein, die als man en vrouw samenwoont met een niet-Jood, is niet vrijgesteld van Pidyon HaBen. Dan gaat hij verder en zegt, de Gemora in Traktaat Begorot noemt het samenleven van een Bas Levi met een niet-Jood een Levi Posel. Dus we zouden zeggen, vroeger hebben de
Vrij verleden. Vroeger hebben de Hollandse Joden hebben gezegd, en hij heeft een pekammetje, een pekiemetje. Heeft hij, hè? Dus hij is weliswaar een Levi, maar hij is een Levi die een posel is. Dat wil zeggen, hij is posel voor die functies waar de Levi zijn functie heeft uitgeoefend in de tempel. De Leviim waren koristen, hebben gezongen in de tempel en hebben ook andere functies vervuld. Dus deze functies mocht hij in de tijd van de tempel dus niet vervullen. En mag ik je vragen, en zijn kinderen weer? Die weer wel? Zijn die kinderen van die Levi die als hij weer Joods trouwt? Ja, natuurlijk. Moet je wel eens Joods trouwen? Ja. Zijn nee, hij is dus een Levi-posel. Ja, en die trouwt weer met die trouwt Joods. Die trouwt met een Joodse vrouw. Dan zijn die kinderen hebben dus de soel van de vader gaat dus over ook op die kinderen. Zijn weer Levi? Ja? Die zijn weer Levi. Hij is Aflevi. Maar hij is Aflevi. Hij is een Levi Pasoel, dus die Pasoel draagt hij ook over op die kinderen. Ja. Dan gaat hij verder en zegt, Rabbi Chaim Soloveitchik verklaart de Levi Pasoel als ongeoorloofd voor het vervullen van taken in de tempeldienst die aan een koosere Levi waren toebedeeld. Rabbijn Joost verwijst naar een oude bron van een Tauro-tijdschrift genaamd Shomer Tzion HaNe'emon, destijds gepubliceerd in Altona. Er waren dus drie kehillers. In Duitsland. Raf Karlenbach, die was daar raaf, niet? Wat? Raf Karlenbach was raaf in Altona. Ja, is ook een van de rabboniemen geweest daar. Ja, en dus Raf Joost verwijst naar dat tijdschrift, wat in Altona is uitgekomen in het midden van de 19e eeuw, onder redactie van Rabbi Jacob Ettlinger. Rabbi Jacob Ettlinger was de rebbe van Rabbiner Hirsch. Later was het Rabbi Shmuel Bondi in Mainz die zich aansloot bij de eerder genoemde poskim. Nog later zien wij teshuvas van de Maram Sheikh. Maram Sik was een beroemde rabbijn in Hongarije. En in onze tijd, dus laat ik zeggen na de oorlog, de Chazon Ish. Chazon Ish was een geweldige capaciteit en heeft gewoond in Bnei Brak. Hij was ook in feite, hij was niet officieel de rabbijn van Bnei Brak, maar alle shalos die gesteld werden daar gingen naar hem. Rav Joost citeert het commentaar van de Ramban van Nachmanides in Parshas Emor. Namelijk, Parshas Emor komt voor toen de zoon van de Israëlische vrouw en de Tao zegt niet toen de Joodse zoon. Maar beschrijft de zoon van een Israëlische vrouw. Echt Israëlisch, dus niet Israëlitisch. Wat? Israëlisch, dus niet Israëlitisch. Niet, ja, maar zo schrijft dus die professor Blair. Ja, en Rav Joost was van mening dat weliswaar sprake is van een Joodse zoon. Ja, aan zijn Joodse zoon is niets op aan te merken. Echter, volgens de Gemoren
is het een Levi Posel. En hij is uitgesloten van de kovot van de Sheini. Normaal roept men dus een Levi op als de Sheini. Ja. Zoals men een Kauheimer roept als eerste. Ja. Goed, dit is dus het eerste wat met u wilde bespreken. Want dit heeft zich voorgedaan in de Obreststraat. Daar is die Levi Posel was bar mitzvah. Dit is verbonden geweest met een bar mitzvah. En Rav Joest heeft toen dus gepaskend dat die bar mitzvah jongen wordt opgeroepen. En als hij kan lijnen een beetje, mag hij lijnen. Maar hij mag niet de COVID hebben dat hij als tweede wordt opgeroepen. En hij wordt nu ook niet als Levi opgeroepen. Nee, dat is niet gewoon. Dus als wordt hij als derde. Nee, wordt niet gezegd. Nee, hij wordt dus als Achron opgeroepen. Ja, natuurlijk. Ja, dit kan, ja. Of als Maftier en weet ik niet. Ja, maar die professor Bleich, die was heel erg onder de indruk van de wijze hoe Rav Joest het behandeld heeft. En zeer, zeer duidelijk zo. En niet wat men veel ziet in de tshuwas, pilpoelen. Dat men het een hele pilpoel maakt en zo. En dan raakt men de draad kwijt. Ja, dan heb ik als tweede een heel ander onderwerp. Er is een begrip waar in feite de Joden die in Galut wonen, dus die buiten Israël wonen, mee te maken hebben. En het begrip heet Dino de Malchuso Dino. Dus Dino de Dien van de Malchus, van het koninkrijk, is de Dien. En wij wonen dus in de landen, dus buiten Israël. En wij hebben dus een koninkrijk. Ja? Dit koninkrijk is heel belangrijk bij bepaalde wetten. En waar de Gemora dus zegt, de wetten van de koning, van de Malchus, is de wet. Ja, en dit is het duidelijkste in feite bij belasting. Ja, de officieel is dus, de belasting wordt geïnd en wordt vastgesteld door de overheid. Maar het is van de oude tijd is het zo dat de koning had al die rechten en zo. En de hele zaak is vaak dat men wil dus bij de belasting een poot uittrekken aan de en allerlei trucs bedenken om nog minder belasting. En de Joodse onderdanen die worden geconfronteerd met dit probleem van Dino de Malchuso Dino. De wet van het koninkrijk is de wet. Het halakhische principe dat de wetten in het land van inwoning bindend zijn voor de al daar wonende Joden en in sommige gevallen geprefereerd worden ten opzichte van de Joodse wetgeving, ten opzichte van de halakhische wetgeving. Slechts viermaal wordt dit principe behandeld in de Gemora. En wel in traktaat Nedorim, Gittin, Bovokamme en Bovobaste. Shmuel houdt zich bezig met de vraag van de relatie van het Persische gouvernement in relatie van Joden
tot de niet-Joodse wetten. En wel in het bijzonder dat, ja, dat gaat dus terug tot de Talmudische tijd, dat de koning de autoriteit heeft om landerijen te verkopen en daarvoor een zogenaamde poltax te berekenen. Dus dat de koning die incasseerde dus en voor de, laat ik zeggen, voor het werk wat hij deed, kon hij een tax, een bepaalde tax, kon hij heffen. Iets wat als een verbod beschreven wordt in traktaat Dorim, maar volgens de Persische wetgeving is bij het opmaken van een slaaf die vrijgekocht wordt en waarbij een akte van vrijlating wordt uitgeschreven. Ja, een relatie vroeger van een slaaf met een Joodse werkgever, was het zo dat als het op een of andere manier de slavernij ophield, of zijn baan bij die werkgever ophield, dan werd er een soort get geschreven, wat in het huwelijk wat ontbonden wordt. Noemt men het get, noemt men het kerushin. En dit was ook bij een slaaf, dat hij kreeg dus mee, als hij wegging, kreeg hij mee een soort scheidingsakte. Want dat hij dus niet meer onderdanig was, onderhorig was van die werkgever. Die verbinding werd verbroken met een contract. En met dat contract kon hij dan weer, laat ik zeggen, solliciteren bij een andere werkgever als hij dat wilde. En kon hij tonen dat hij had een get gehad van de slavernij. Een van de redenen dat de Joden deze wetten aanvaard hebben, is dat door het uitvaardigen van koninklijke wetten een gevolg is van de verkiezing door het gehele volk. Als nu Willem-Alexander, als die koning is geworden, is het als het ware, zoals in de oude tijd, dat iedere onderdaan verkiest hem tot koning. Dus de Joden konden zich niet uitsluiten daarvan. Want de Joden zijn dus inwoners van, laten we zeggen, Nederland. En moeten dus deze Nederlandse wetten moeten ze aannemen. En de verkiezing van het totale volk en iemand tot koning uit te roepen behoort ook tot Kaboutermalchus. Dus de koning of de koningin is vanuit Joods gezichtspunt is eigenlijk iets van hoger hand. Ja, en dat ziet men ook in dit film voor de Anosein Tishuo. Ja, dit werd beschouwd, het koningschap, dus als een iets van hogere orde. En daar konden de Joden zich niet aan onttrekken. Ik heb een geide wel meegemaakt dat alles, Ovidu Shabbat Shomayim, Anosein Tishuo, dat ik helemaal overgeslagen. Ik naar Rab Einhorn gaan. Ik zeg, wat is dat voor Michigaans? Wat is dat voor onzin? Ze zei, ja. Ze willen natuurlijk geen Magnaukes. Ja, maar de koning hier in Nederland. Kijk, vroeger was een koning had macht over leven en dood. Maar de Nederlandse koning is constitutioneel. Dat is, nou ja, dus dat was hun redenering. Nee, maar het is niet goed. De... Ja, in beste medelijst hebben we nog steeds niet gezegd. Nee, het wordt niet gezegd. Nee. Ook niet door Winnie Schwarzenmaier. Ik zeg niks.
Dat, dat is het gebed voor Israël. Ook niet. Ook niet, maar ook niet van het koningshuis. Nee. Waar komt het vandaan dat de koning gekozen wordt? Want nog Saul, nog Shlomo, nog David zijn... Dat waren Joodse koningen. Waren. Ja, de Joodse koningen is dus in anders. Ja. Dat dus zeg... gaat over de niet-Joodse koning in dit geval. Wie de? Het gaat nu over de niet-Joodse koning. Ja, het wordt beide wordt het behandeld, maar dit gaat inderdaad over niet-Joodse koningen. En die, als ze dus wetten uitvaardigen die tegen het Joodse geloof zijn, dan hoeft men dit niet te accepteren. Maar ja, tegenwoordig hebben ze geen macht meer. Tegenwoordig is het alleen maar... Nee, maar de Kovet HaMalchus, dus de bijzondere eer die we moeten geven aan het koningshuis, dit is gebleven. En daarom is wat de dingen zegt, is niet juist wat Einhorn zegt. Dat het is iets van hoge orde. En men ziet ook, mijn vader heeft me dat nog verteld, dat vroeger in de Jodenbuurt waren ze zeer, zeer koningsgezin. Heel erg koningsgezin. Hier zit er nog een. Wat? Ja, je kent ze persoonlijk. Ja, ja, ja. Ik heb er last van. De halachische autoriteiten hebben niet zonder meer alle wetten van een vreemde mogendheid geaccepteerd. Bovendien werd er een onderscheid gemaakt tussen de wetten uitgevaardigd door een Joodse koning en de wetten uitgevaardigd door een niet-Joodse koning. Veelal is men bij Joodse vorsten uitgegaan van het principe dat het bezit van niet-Joodse koningen is totaal bezit. En bij Joodse koningen is dat niet zo. Dus men heeft natuurlijk problemen gehad als de niet-Joodse koningen bepaalde wetten uitvaardigden. Ja, dat moest dus wet voor wet, moest, laat ik zeggen, het bestdien of het rabbinaat of de raad, moest pas kunnen, je moet je daar wel aan houden, je moet je daar niet aan houden, enzovoort, enzovoort. Ja, kon problematisch zijn. Er zijn dus decisoren die van mening zijn dat Dino de Malchuso is alleen van toepassing indien het is voor de interesse van de koning. Ja, dus die wetten moet men bijzonder naleven. En dat was dus ook die tax die hij kon opleggen, ja, was voor de koning, voor zijn... Toevallig heb ik gelezen een artikel van de oudste dochter van Willem-Alexander. Die wordt... Amalia. Ja, ja. Die wordt... Vandaag jaren. Ja, precies. Die wordt 17. Ja. Vandaar. En volgend jaar is ze 18 en dan krijgt ze een inkomen van de 18e jaar. En daar, laat ik zeggen, dit is een belang van de eerbied enzovoort voor de hele status en alles wat mee te maken heeft. En daar zouden Joden zich niet aan mogen onttrekken. Ik vind het een beetje overdreven, een meisje van 18 jaar dat ze een vrouw krijgt. Ja, maar goed, zolang het zo is. Er is niemand van 18 jaar die dat krijgt. Ja, nee, ja. Maar ze heeft ook representatieve... Goed, nou, in ieder geval, zolang het de wet is in het land, valt het onder, wat men zegt, Dino de Malchuso. Ja. Verder wordt bij de toepassing van dit concept rekening gehouden met de wet van de koning is bepalend
voor de onderdanen, maar niet de wetten die uitsluitend voor het volk worden nageleefd. Joseph Caro heeft dit concept niet opgenomen in de codex, in de Vroege Oorlog. Het is heel merkwaardig. In de Vroege Oorlog kan men niet vinden de Diener de Malchuse, dus wat we nu behandelen. En het heeft ook te maken gehad met allerlei verschillende problemen en zo. Die zowel religieus als sociaal, als ook die dictatoriale koningen, ja, die dus met grote macht hebben geregeerd, hebben de Joden, als ze zich daaraan onttrokken hebben, hebben ze geweldige zorgen gehad. Verder is er een verschil van mening of de wetten van alleen bindend zijn indien ze in strijd zijn met de Torah-wetgeving. Ja, dat heb ik net gezegd. Of dat het principe niet consequent gevolgd behoeft te worden. Zo wordt als voorbeeld gebracht het recht van de koning om belastingen te incasseren. Dit was algemeen, laat ik zeggen, dit is niet alleen in de Talmudische tijd geweest, maar veel later is nog geweest dat de koning, was, daar leefde die van, ja, die had de belasting in handen. In de praktijk heeft men besloten dat iedere zaak individueel beslist moet worden en als voorbeeld wordt gebracht dat in gevallen van absolute noodzaak de koning het recht heeft bij het uitbreken van een oorlog alle burgers van zijn land te belasten met een buitengewone belasting. In de tijd van de Gaonim, de 13e eeuw, worden niet-Joodse rechtbanken belast met incassos van Joods bezit. Dus dan krijg je een ontwikkeling dat het is overgelaten aan de regering. Wat vandaag de dag is, Willem-Alexander stuurt ons geen belastingbiljet. Als voorbeeld van een dergelijke maatregel in onze tijd is dat in de Tweede Wereldoorlog de nazi's de bank van Liebman-Rosenthal hebben aangewezen voor het invorderen van Joods bezit. Natuurlijk was dit een onrechtmatige zaak. Het is alleen een klassiek voorbeeld. Behalve het accepteren van niet-Joodse rechters werd de autoriteit uitgebreid tot ambtenaren zoals notarissen, griffiers en allerlei functionarissen die een rol spelen bij zaken van mijn en dijn. In dit verband moet ik u een zaak vertellen die mij is overkomen en die een inzicht geeft in de problemen van Joods recht en niet-Joods recht. Ik heb een paar rekeningen bij de ABN AMRO Bank. Op een van die rekeningen wordt plotseling 4500 euro gestort. Ja, dit is een fout van de bank. Er bestaat een halachisch principe wat in het Hebreeuws genoemd wordt ta'ut akum. Dus ta'ut is een fout, akum van de niet-Jood. Een vergissing, een fout van de niet-Jood waar de meerderheid van de poskim van mening zijn dat men geen plicht heeft dit geld terug te starten. Ja. Dit is een moeilijke zaak, omdat het is een meningsverschil bij de poskim. En
ik heb me gewend tot Gagam Toledano. Omdat er zijn dus twee meningen. Ja, één mening is dat men moet terugstarten. Ook vanwege Kiddush Hashem en Chilul Hashem. Het is een Kiddush Hashem. Als je naar de bank toe gaat en zegt, hoor, hier is 4.500 euro. Die komt mij niet toe. Dit is een fout van jullie administratie. Dit is één mening. En de andere mening is dat, nee, dit is, men hoeft dit niet terug te storten. Dit is hun verantwoordelijkheid. Als er een fout gemaakt wordt, hoeft de cliënt van de bank hoeft daar niet Te zeggen. Maar ik denk, als je de andere jongens kan even halen, want ja, we hoeven niet terug te storten. Mag ik even vragen? Ja. Hoe vertaal je precies Ta'ut Akum? Ta'ut is een fout van de niet-Jood. Wat is gebeurd? De niet-Jood is de bankier. Niet-Jood is de bankier. Ja. De niet-Jood en Maarsen is de klant. En Maarsen vindt op zijn afrekeningen, zijn dagafschriften, plotseling 4.500 euro. Nou, dan is er dus bij de poskim, bij de decisoren, een meningsverschil. De ene zegt, je moet het terugstorten. Het is een Kiddush Hashem, want je moest naar die bank toe gaan. Dan zegt meneer of mevrouw, kijk, dit is dit en dit komt mij niet toe. En de andere mening is, nee, als de bank een fout maakt, moet hij ervoor opkomen en hoeft de cliënt niet terug te zetten. Ines heeft mij gezegd, Gagam Toledano heeft mij gezegd, dat inderdaad, het is een verschil bij de poskim. Maar het is in onze tijd is het een Chilul Hashem als men het. En hij heeft genoemd, een van de grote poskim, die zegt dat een bepaalde kille heeft hij genoemd. En daar hebben de Joden dus ook geldzaken gedaan. En die hebben dus, als de bank een fout heeft gemaakt, hebben ze het niet teruggestort. Sommigen zijn er rijk aan geworden. En die pauze die vraag behandelt, die gaat heel erg tekeer erop. En die neemt die mening aan die Gagam Toledano mij gezegd heeft. Direct gezegd, terugstorten, het is een grote Kiddush Hashem. En je mag het niet. En dat heb je ook gedaan? Ja. Als het andersom was geweest, ja, dat 4.500 euro van jouw rekening afgeschreven, ja, dan had je geen probleem. Had je wel een probleem gemaakt. Dus je zou bijvoorbeeld, als je bij de kassa van de supermarkt een vergissing in jouw voordeel is, moet je dat teruggeven. Nou nee, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, ja, nou ja, na het gillen hoef ik het niet te zeggen. Je hebt kans dat het de cashier eind van de dag, want dat staat allemaal in de register, ja? Als zij een euro te veel aan jou heeft terugbetaald, dat zij die euro uit haar. Ze mag geen tekort. Maar even één iets dat. Mark Franka, dus die was toch hier, rabbijn, was hier een tijdje, met de sheep achter iets. En die vertelde dat hij als jongen. Had hij bij de fietsenman. Had hij. Ik geloof in plaats van 10 euro had hij 1000 gulden teruggekregen. Dus het leek een beetje op elkaar. Ik weet ook niet precies meer. Nou, dat wilde hij wel graag houden. Ja. Maar toen heeft zijn vader, Karel, gezegd, nee, luister, dat moet je onmiddellijk teruggeven. Ja. Ja. Maar in principe had hij het volgehouden. Ja. Goed. Paul? Ja? Vraag eens aan mijn vader of dit dus mijn Chanukka cadeautje kost. Wat moet ik van hem vragen? Wat? Van Chanukka, Vraag eens aan mijn vader of dat betekent dat ik dus nu mijn Chanukka cadeautje kan vergeten. Of ze nu het Chanukka cadeautje kan vergeten, vraagt die dochter. Ja.
Nou, dat wil hij niet openbaar beantwoorden. Hij lacht. Nee, omdat het tussen meningen. Wacht hier, moet je even zo zien? Eén moment, even.